De veiligheid voor het gebouw van de Nationale Assemblée is duidelijk opgevoerd. Niet alleen door extra manschappen hier te plaatsen, maar ook door de weg hermetisch af te sluiten. Minister van Defensie, Krishna Mathura, die nam er hedenmiddag polshoogte en keek naar de manier van hoe er hier beveiligd is. TBN, Prime Alert, sprak met haar op locatie en zij geeft er aan wat er de afgelopen dagen aan maatregelen is getroffen om die totale veiligheid te zorgen voor de samenleving. U hoort Defensie, minister Krishna Mathura. Minister Mathura, we staan hier voor het gebouw van de Nationale Assemblée en na de gebeurtenissen van vrijdag start men vandaag weer dus met de vergaderingen. De veiligheid hier rondom DNA is gegarandeerd? Ja, de veiligheid hier hebben we extra maatregelen getroffen en we zijn heel serieus en we hebben echt geen risico's genomen, dus we treffen echt alle maatregelen om de veiligheid te garanderen. Dit is het huis van de democratie, het huis van het volk van Suriname. En hier moeten we geen grappen maken. We hebben vrijdag ook maatregelen getroffen. En we betreuren het. En we vinden het erg dat ondanks die maatregelen toch dit heeft kunnen gebeuren. Dit hebben we niet kunnen voorzien. We hebben zo lang hier... zijn we bezig eigenlijk maatregelen te treffen en we hebben nooit dit van deze orde gehad dat men op deze manier, niet alleen hier in het parlement, maar ook op verschillende locaties tegelijkertijd vernielingen heeft aangebracht, plunderingen heeft gepleegd, brand gesticht heeft. En het is gelukkig niet heel erg verbrand, maar er zijn behoorlijk veel vernielingen geweest, behoorlijk veel schade. Ondernemers hebben doodsangsten uitgestaan. Als je ziet op de beelden dat er wel men bezig is met grote dingen kapot te maken, te vernielen. Dat men schilt en schreeuwt, dus dat is vreselijk. Maar we hopen dat dit nooit meer gebeurt en dat we de veiligheid kunnen blijven garanderen. Maar wat zegt dit nu toch van de Surinamer, mevrouw minister Mathura? Weet je, dit is niet de Surinamer of Suriname die we willen hebben en die we kennen. Dit is een ander soort Surinamer van een deel. En het is niet, dit staat niet voor het gros van Suriname. Dit is een deel dat zich op deze wijze heeft gerepresenteerd. En ik geef toe... Het zijn moeilijke tijden. Het zijn hele moeilijke tijden. En ook wij moeten handen in eigen boezem steken als regering. En kijken van hoe kunnen we het beleid ombuigen. En voor mij is hele grote prioriteit de wisselkoers. Die moeten we met man en macht stabiliseren. Maar we moeten ook als leiders voorbeeld zijn. En voorbeeld geven en voorbeeld blijven. En we moeten goed bestuur representeren. En goed bestuur betekent zoveel mogelijk draagvlak zoeken. Zoveel mogelijk transparant zijn en zoveel mogelijk verantwoording afleggen van wat je als regering en leider hebt gedaan. Daar sta ik voor. Daar sta ik ook. Ja, dat probeer ik ook bij mijn ministerie toe te passen. En ik zal zeggen, het is niet makkelijk. Wat ik merk ook bij mij, en gelukkig heb ik vrijdag met VRM een goed gesprek gehad, de vereniging van rechtspositie militairen. Maar ondanks die goede gesprekken merken we dat men extreem teleurgesteld is, negatief is en men het accent soms wil zeggen, ook bij Defensie, terwijl ik weet dat het gros van de mensen heel hard werken, bereid zijn hun land te dienen en bereid zijn zich in te zetten en dat we alles... wat in ons vermogen ligt, doen ook om datgene waarop ze een beetje aanspraak hebben, dat te geven. Want ja, als er niet meer geld is, kan ik niet meer toveren. Ik kan niet meer geld halen. We moeten als land meer gaan verdienen en daar moet het beleid op gericht zijn. We moeten zuiniger zijn, we moeten efficiënter zijn. Daar moet het accent op gelegd worden. Ja, legt dit een bepaalde druk nu op het leger, dat stukje extra veiligheid? Het legt de druk, want we moeten nu
heel veel capaciteit gaan inzetten om zichtbaar te zijn. Preventie, om overal te zijn. Dus dat legt druk. We hebben onze diensten ook aangepast. 7-7 diensten. We hebben een aantal ondersteunende diensten geminimaliseerd en meer capaciteit ingezet voor de surveillance, zichtbaar zijn overal, niet alleen in Paramaribo, maar landelijk. Ja, ja. Het gaat om landelijke zichtbaarheid en landelijk alert zijn. En dat hebben we gedaan, een beetje. Ja. En als minister van Defensie, mevrouw Matura, wat is de oproep die u van hieruit wilde plaatsen naar die samenleving? Ik roep alle Surinamers op. We staan als Surinamers niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Laten we in deze moeilijke tijden elkaar kritische feedback geven. Wij gaan ook kijken naar het beleid, hoe we dat kunnen aanpassen. Maar ik roep op om strafbare feiten na te laten. Plunderingen na te laten. Vernielingen na te laten. Anderen te mishandelen na te laten. Dat helpt niet. Dat helpt niet. Dat is in strijd met de wet. Laten we die energie stoppen om dit land tot ontwikkeling te brengen. Laten we die energie stoppen om op te bouwen. Deze schade, ik sta hier voor een ATM-machine die helemaal vernield is. En dit is schade weer. Dit gaat ons geld kosten. Geld van de regering, geld die we nu gaan moeten inzetten om politie en militairen op de been te brengen. Geld om die vernielingen weer te herstellen. Het is geld dat we weer konden steken in gezondheidszorg, in onderwijs. Nu gaan we geld moeten halen om al die vernielingen weer te herstellen. En het brengt ons verder van huis. Dat willen we niet, dus ik roep iedereen op om dit na te laten en je focus te richten op ontwikkeling. Wat kunnen we doen om bij te dragen om deze situatie zo snel mogelijk achter ons te laten en een beter Suriname te hebben. Hoe is het met jullie eigen veiligheid? Ja, ik ben veilig. Ik voel me veilig. Ja, ik voel me veilig. Ik heb geen, ja, laat me het zo zeggen. Ik geloof erin dat als je zuivere intenties hebt en goed werk doet, de natuur je ook beveiligt. Dat er een almachtige is die ook voor je zorgt.